Sinterklaas in de kwartier zit, dat is toch wel. Rustig. Hier zo dicht. Programa empieza con la obra Iridiscencias Sinfónicas, que es la obra obligada del certamen en Valencia, porque el jueves van a participar en el certamen en Valencia. El compositor es Amanda Blanquer. Thank you.
Thank you.
que pagar de verdad. ¿Puedo echar alguna papa? ¿Puedo echar alguna papa? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Allora, io te lo...
Camanesense obsequia con un diploma a la Real Banda de Torn. Eerste wat ze dus doen is een prijs uitreiken aan de harmonie van Torn. Seguidamente, y para la señora del presidente de la banda de Torn, nuestro presidente lo obsequia con una paloma. Ook voor zijn echtgenote van de president, van jullie president in dit geval, krijgt ook een aandenken van Manises. Asimismo. Asimismo, nuestro presidente quiere obsequiar al director de la banda de Torn, Jan Koller, con un busto del gran compositor Wagner. Está ausente, pero se le será entregado a su regreso de Valencia. Zo wil onze president ook overhandigen een bust aan jullie president, zoals jullie zien, erg donker. Ik denk dat het Günter Schuller is. Asimismo, nuestro alcalde del Ayuntamiento de Manises obsequia con un corbatín a la banda Real de Torn. Zo, de burgemeester van Manises wil uitreiken een lint aan de harmonie van Torn. Meneer de voorzitter, meneer de burgemeester, ook wij zijn niet met lege handen gekomen, doch onze cadeaus zijn helaas niet te vergelijken met de uwe.
señor, señor alcalde y presidente, dice, nosotros hemos venido aquí no con las manos vacías, aunque los regalos que nosotros tenemos o que hemos traído no se pueden comparar con los suyos. Er is u waarschijnlijk bekend dat onze harmonie ook wel wordt genoemd de bokken. Algunas veces ustedes creerán que el nombre que tiene su armonía es el verdadero, pero antiguamente le decían el poken. El poken quiere decir, traducido, creo que es aquello que lo saben, aquello que no lo sé traducir en español, no me acuerdo. Aquello que salía, ovejas, ovejas, me dicen ovejas, me parece que no es así. Ik wil u heel gerne als herinnering aan ons bezoek hier aan Manisjes aanbieden een beeltenis van ons symbool, een beeltenis van onze bok. Maar ik verzoek u om in deze keramische stad het kunstwerk niet te vergelijken met hetgeen wat u dagelijks zult produceren, maar ziet u het echt als een symbool, de bok van Turm. Aunque no puede comparar lo que ustedes producen aquí en Manises, quiere simbólicamente regalarlos. Antes he dicho, no sabía traducirlo, pero ahora ya sé lo que quiere decir. Regalarnos una oveja, o es un ternero, o puede ser que sea una cabra. Es la mascota de Thor. Especial para su vereniging, meneer de voorzitter, meneer de president. Wil ik u toch ook gerne overhandigen voor uw vaandel, een aandenken, een bandera uit Turn, een bandera van de Koninklijke Harmonie van Turn van 1900 juli 1986. En tot slot, meneer de voorzitter, zou ik u willen verzoeken of we samen naar het certamen gaan om daar de verworven prijzen samen in ontvangst te nemen. Ahora ruega al presidente suyo que vaya conjuntamente con él a recoger los premios del certamen. Thank you.
dat het is, heb ik een witte lijntje. Alles wat er mee
Thank you.
empanada, bocadillo. Hay chocolatina. Hoy hay chocolatina, no cobra el IVA, ¿eh? Hay papa. Hay pipa. Hay bocadillo. Chocolatina. Thank you.
Thank you.